De gemeente Schiedam gaat bij de komende verkiezingen op 18 maart in plaats van de gebruikelijke houten verkiezingsborden zogeheten trotters inzetten. Een trotter is een mobiel verkiezingsbord opgebouwd uit een afgewerkte betonnen voet, een zuil en een in hoogte verstelbare dubbelzijdige beelddrager. De gemeente heeft besloten tot de inzet van de trotters omdat er op 18 maart verkiezingen zijn voor zowel provinciale staten als voor het hoogheemraadschap Delftland. Omdat partijen niet meer zelf hoeven te plakken wordt zo ook een plakoorlog voorkomen.